Gentenaars, ik wens u, mede namens mijn collega's uit het college van burgemeester en schepenen, een gezond, boeiend en vredevol 2017. Sta mij toe dat ik eerst en vooral onze personeelsleden van de stad Gent een gelukkig jaar wens. Want de mooiste pluim kregen zij toch wel de afgelopen dagen met de houten medaille van het Nieuwsblad en de Gentenaar na een gemeentetest. De beste gemeente van alle 308 Vlaamse gemeenten. Dat is uiteraard fantastisch. Bedankt voor uw werk en doe alsjeblieft zo verder. Perfect, oké. Okay. Ben er klaar voor, denk ik. Ja. 2017 wordt een bijzonder boeiend jaar. Want bijvoorbeeld vrijdag 10 maart gaat de nieuwe stedelijke hoofdbibliotheek De Krook open. Dat is iets waar we geweldig samen naar uitkijken. Het moet en zal de ontmoetingsplek worden waar het bruist van activiteiten en van creativiteit. Van 10 tot en met 12 maart is er een volledig feestweekend gepland in en om De Krook. Dus dat is iets waar je zeker en vast zult moeten bij zijn. En op 3 april, ja, een belangrijke datum, want dan start het nieuwe circulatieplan. Iedereen praat erover en dat is maar goed ook. Dat bewijst dat de Gentenaars betrokken zijn bij hun stad en bij de samenleving. Maar geloof mij, dat nieuwe circulatieplan zal een hefboom worden voor een nieuwe samenleving. Er rijden vandaag veel te veel auto's in en door de stad die er eigenlijk niet moeten zijn. We moeten samen onze stad leefbaar, gezond en bereikbaar houden. En dat kan alleen als we op een andere manier naar het centrum komen. Want de belangrijkste wegen in Gent zijn eigenlijk de luchtwegen van de Gentenaars. En er is meer, want op 9 oktober van dit jaar bestaat onze universiteit 200 jaar. Dat gaan we natuurlijk een heel jaar lang vieren, want de universiteit is natuurlijk bijzonder belangrijk voor ons als stad, als kennisstad. En bovendien komen we ook met de leden van het Schepencollege bij u allemaal om in gesprek te gaan. Vanaf zaterdag 21 januari starten we in Gentbrugge en gaan we tot april 2018 naar de 25 wijken in onze stad om met u in gesprek te kunnen gaan. Het overzicht van de wijken staat op de website van de stad en dat vindt u ook in ons stadsmagazine dat u allemaal elke maand in uw brievenbus krijgt. En nu en daarom hebben we het genoeg, want die stad is een burgerdienst. Danja, daarnaast is het project Burgerbudget gestart. Wie een goed idee heeft om de wijk of zelfs de stad beter te maken, kan tot 150.000 euro krijgen voor zijn project. Dat past natuurlijk perfect binnen de traditie die we ondertussen hebben om de Gentenaars te stimuleren om zelf hun dromen voor hun wijk en stad te realiseren. Dus alsjeblieft, denk maar een keer goed na. Zet u samen met uw vrienden, kennissen, familie enzovoort en dien projecten in. U kunt alle informatie vinden op onze website www.burgerbudget.gent. Enfin, maar geniet nu vooral van de feestdagen en geniet van elkaar. Pak elkaar maar een keer hoe vast.